Nog even vanaf de ETTD de vraag, wat zou je zelf doen? Die vraag werd namelijk gesteld aan zorgverleners, dokters en verpleegkundigen over de zogenaamde loopers. Loopers, dat zijn mensen die niet langer wachten en die hun pomp gehackt hebben, de sensor gehackt hebben, software hebben gemaakt en daarmee hun eigen closed loop hebben gemaakt, of bijna closed loop. En dokters werd gevraagd wat zij ervan vonden. Nou, ze vonden dat soms wel eng. Er waren apparaten die niet meer goed in garantie waren. Er konden misschien wel dingen mee gebeuren. En een van de hoofdvragen aan het eind van het onderzoek was: wat zou je zelf doen als je diabetes had? En toen bleek dat dokters en verpleegkundigen zeiden: ja, ik zou misschien ook wel voor die techniek gaan die het zo goed doet, die loopers. Gelukkig zien we op de ETTD dat loopers niet meer alleen zijn. Dat de techniek die bedrijven gaan brengen steeds mooier, beter en makkelijker wordt. Dus we komen in het tijdperk dat we allemaal de vraag kunnen stellen: als het je treft, type 1, wat zou je doen? Nou, dan zeggen de meeste mensen hier toch: wij zouden de moderne technieken omarmen en verder gaan om te kijken of we daarmee onze zorg en onze uitkomsten kunnen verbeteren. Dus wat zou ik doen? Ik zou denk ik hetzelfde doen. Ik zou gaan voor techniek.